Er komen nieuwe eisen voor grote bouwkundige werken. Dit zei minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken vandaag bij een presentatie op het ministerie. Bij de sessies is er gesproken over het bouwveiligheidsbeleid, trainingen, loopbaanontwikkeling, database voor infrastructuur en staatsrapporten van het ministerie. Dus directeur, laten we dat ook meenemen. Eisen, de nieuwe eisen die we gaan stellen voor grote bouwkundige werken in Suriname. Supermarkten, hotels gaan aan de veiligheidseisen moeten voldoen. Als er nog geen wet is, dan gaat het binnenkort in die wetgeving opgenomen moeten worden. Er zijn bedrijven die dat al doen, maar dat ding van die houten planken is misschien goed. Maar ik weet niet hoe veilig het is. Als het veilig is, geen probleem, maar er zal nog meer veiligheid vereist worden. En wij gaan als openbare werken wel start zijn geven dat dit beleid ook een wet wordt bij ons, bij OEI, tussen aanhalingstekens. Noor Mohammed zegt dat de veiligheidsmaatregelen in werking zullen treden zodra de overheid de investeringen heeft gedaan. De bewindsman zegt dat dit vraagstuk al jaren speelt. De database voor wat betreft infrastructurele werken moet zo snel mogelijk overzichtelijk gemaakt worden. De bedoeling is dat jullie dit door gaan geven aan personeel, aan de afdelingen. We gaan vragen dat iedereen meedoet aan dit. Toch? En dan hebben we op het laatst nog de staatsrapporten, maar dat zal u straks horen wat de drie staatsrapporten zijn. Ik noem ze staatsrapporten omdat wij verantwoordelijk zijn voor, je weet, gebouwen, brandstofvoertuigen van de staat. En dat is een zware, tussen aanhalingstekens, verantwoordelijkheid. Misschien hebben we dat vroeger, zijn we lichtjes mee omgegaan, maar vanaf nu willen we dat professioneel gaan doen. Tijdens de presentatie is ook naar voren gekomen dat veiligheid op het ministerie te wensen overlaat. Er zal nu een checklist gebruikt worden voor het controleren van de werkzaamheden.